Dit is echt in ons tussenjaar is dit ontstaan. Dus dit kwam best wel uit het niets. 13, 14, dat ik dacht van, oh ja, wat is dit eigenlijk een mooi leven. Ik ben vrij, ik kan doen en laten wat ik wil. Het voordeel is wel, tenminste van ondernemer zijn überhaupt, is je bepaalt alles zelf. Het nadeel is dat wij dus jong zijn en mensen zien ons ook als onervaren en verwachten niet zo heel veel van je. Je loopt altijd wel tegen dingen op, dat je denkt van het is niet altijd rooskleurig. Als je van 9 tot 5 gewoon een baan hebt, je gaat naar je werk, je doet daar je kunstje en je gaat weer naar huis. Als iets niet afkomt, ga je morgen verder. Nee, iets moet af. Als je 's ochtends begint en het is 's avonds nog steeds niet af, dan denk je niet ik laat het licht tot de volgende dag. Je blijft eraan doorwerken.